Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. In deze nieuwe video gaan we een stempel maken. En daarmee gaan we dit schilderij maken. Ik heb dus niet enkel geschilderd, maar ook gestempeld. En daarvoor heb ik een aardappel gebruikt. Als je wil weten hoe je dit maakt, kijk dan verder. We hebben natuurlijk een aardappel nodig. Een mes om de aardappel mee bij te snijden. Een bruine viltstift. Je kan ook bruine inkt gebruiken. Je hebt ook een penseel nodig en wat water en verf. En natuurlijk ook nog een leeg blad papier. Je gaat eerst de aardappel door midden snijden. En dan ga ik mijn stempel bijsnijden. Ik wil maar een halve stempel, dus ik ga mijn aardappel nog eens doorsnijden. En dit wordt dan de watermeloen. Neem dan het blad papier. Je kan allerlei soorten papier gebruiken. Neem dan je aardappel. Ik ga roze verf maken. Rood-roze. En die verf die doe je dan op de stempel. Doe er goed wat verf op. En dan druk je je stempel op het papier. Je kan zelf kiezen hoe je watermeloenen over papier verdeeld zijn. Je kan ze los door elkaar stempelen, je kan ze in een rijtje stempelen, op vaste afstanden of helemaal in een wirwar. Neem dan je penseel. Ik heb er al groene verf op gedaan. En daarmee ga ik een rand maken rond mijn watermeloen. Ik laat wat wit papier tussen mijn watermeloen en de groene verf, zodat de verschillende kleuren niet in elkaar overlopen. En dat is dan de schil van je watermeloen. Dus nu hebben we zowel de schil als het vruchtvlees getekend. Of beter, gestempeld en geschilderd. Laat het dan eerst wat drogen. En zodra de verf droog is, neem je je bruine viltstift. Daarmee ga je de zaadjes van de meloen tekenen. Teken de zaadjes in het vruchtvlees. En ik ga dit nu doen bij al mijn meloenschijfjes. Mijn tekening is af. Ik krijg helemaal zin in de zomer en uw fruit. Het is echt heerlijk, zo in de zomer een stuk watermeloen. Daar heb ik nu zo'n ontzettende zin in. Zo'n stempel van aardappel, die heb je waarschijnlijk wel eerder gezien. Maar misschien heb je nog niet uitgeprobeerd daar watermeloen mee te stempelen. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef me een thumbs up als dat het geval was. Laat bij de reacties weten hoe het bij jullie gegaan is met het stempelen. En dan hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Doe Het Zelf Ideeën.